Om de presentatie van de conclusies van de 6 workshops in goede banen te leiden, ga ik nu het woord verlenen aan collega Bernard Sabbe, voorzitter van het organiserende commissie. Collega Sabbe, aan u het woord. Majesteit, excellenties, dames en heren. Ik heb het plezier om de eindfase van deze dag in te leiden. En in deze slotsessie is de bedoeling dat we een verslag krijgen van de 6 workshops. Herinner u de 6 thema's van het advies van de Koninklijke Academieën. Dat we een verslag krijgen van de 6 workshops door degenen die eraan deelgenomen hebben. Iedere presentator zal zijn eigen taal spreken. U kunt dus gebruik maken van de simultaanvertaling. En ik nodig dan ook uit voor de verslaggeving van de eerste workshop professor Dankaert. En we hebben het over definitie, preventie, interventies en epidemiologie. Dankjewel. Majesteit, beste jongeren, dames en heren. Mag ik de tweede slide alsjeblieft? Wij hadden jammer genoeg maar een half uurtje om onze workshop te voeren, maar ik denk toch dat er hard gewerkt is. We hebben 2 problemen proberen te belichten. Enerzijds het probleem dat het zogenaamde biopsychosociaal model dat overal gekend zou moeten zijn, eigenlijk toch niet de realiteit is die wij op het terrein tegenkomen. En hoe zouden we dat dan in de opleidingen meer tot zijn recht kunnen laten komen? We stellen vast dat er overal toch nog in silo's gewerkt wordt en dat de meeste hulpverleners eigenlijk vanuit 1, misschien maximum 2 van de hoeken van de driehoek vanuit maar 2 perspectieven kijken. Het tweede probleem waar we ons toch ook over gebogen hebben, is het de vraag of voor mentale gezondheid überhaupt universele preventie mogelijk zou zijn en langs welke wegen we daar dan zouden over denken. Omdat we vaststellen dat er zo'n toename is van mentale problemen bij jongeren, maar ook omdat we zien dat de risicofactoren daarvoor ook toenemen en dat we in een maatschappij leven die niet zo gezondheidsbevorderend is, maar eerder vaak ziekmakend. Volgende slide, alsjeblieft. Mag ik de volgende? Voor het eerste probleem werden volgende oplossingen naar voren geschoven. Eigenlijk, zoals al in het advies gesuggereerd, zou elke opleiding het biopsychosociaal model ter harte moeten nemen. We zien dat niet gebeuren en ons voorstel zou zijn dat in elk geval helemaal in het begin van elke opleiding het aanbod zou moeten komen en het aanbod zou moeten gebracht worden door mensen die er wel van doordrongen zijn. Dat zal niet genoeg zijn. We zouden vinden dat elk patiëntdossier ook zo opgesteld moet zijn dat je er niet langs kan dat je die 3 invalshoeken moet gaan belichten. We vinden dat iedereen die een opleiding krijgt in de zorg, dat die toch moet getraind worden om te luisteren, om te supporteren en om in tweede instantie een paar goede vragen te kunnen stellen. En dat moet voor iedereen op zijn niveau zijn. Je moet niet alles van de anderen gaan kennen. En in de vierde plaats vinden we dat in elke opleiding er een ontmoeting moet zijn met mensen die de reële, met in ons geval jongeren, die de realiteit hebben ondervonden en die boodschappen kunnen geven, die beklijvend zijn en die maken dat iemand die in opleiding is er niet meer langs kan. In tweede instantie werd gesuggereerd dat we eigenlijk niet mogen stoppen bij de opleidingen van professionals, maar dat er ook andere mensen op het terrein zijn, sleutelfiguren voor jongeren, die best ook, waar vaak de boodschappen wel terechtkomen, maar die dan niet goed weten wat ermee doen en die dus best ook een heel klein beetje training daarin zouden kunnen krijgen. Een beetje dat geldt dan voor de tweede groep op de slide, de jeugdwerkers bijvoorbeeld, leidinggevende in jeugdbewegingen, in sportclubs. Een beetje meer vonden we nodig voor leerkrachten. En daar kom ik zelfs nog op terug. En tot slot werd er ook gezegd, er zijn een aantal beroepen die echt op het
op het kruispunt zitten van die drie verschillende invalshoeken, zet die beroepen ook op het juiste moment in. En dan werd er gedacht aan, zeker in de hele vroege fase, de mensen van kind en gezin enerzijds, maar ook bijvoorbeeld de jeugdartsen in de loop van de schoolcarrière. Graag volgende slide. En dat is mijn laatste slide. Voor de tweede topic, universele preventie, ja, hadden we het gevoel dat op scholen ooit gekozen is om bepaalde vakken als evident te vinden in een opvoeding van kinderen en jongeren, maar dat de maatschappij evolueert en waarom zou dan ook niet het schoolcurriculum danig moeten mogen mee evolueren. En de jongeren zelf hebben heel sterk mee bepleit dat er eigenlijk gewoon een vak moet zijn waarin al die dingen aan bod komen op allerlei diverse manieren en dat al van in de kleuterklas. Omdat je dat eigenlijk op allerlei speelse manieren ook kan gewoon aanwezig stellen. Vroeg geleerd is oud gedaan. In tweede instantie dachten we dat het ook belangrijk was om die mensen die om niet alleen het aan het toeval of de welwillendheid of de laagdrempeligheid van er mogen over te spreken over te laten, maar om ook op wel berekende momenten in het opgroeien van kinderen en jongeren bepaalde vragen te stellen, zodanig dat het tenminste een aantal keer gevraagd wordt of er eventueel ergens een probleem is, of ze ergens hulp mee kunnen gebruiken. En opnieuw werd er gedacht aan de mensen van kind en gezin enerzijds en de jeugdartsen anderzijds. En tot slot, als we denken aan universele preventie, school is een universele plek, maar er zijn ook andere universele plekken en dan dachten we aan de media. We vroegen ons af of er bijvoorbeeld toch niet wat meer relevante televisieprogramma's konden zijn. De jongeren zelf hebben ook getuigd van het feit dat zij daar gaan zoeken naar informatie. Dus of er goede televisieprogramma's kunnen gemaakt worden. En dat was niet in de workshop, maar onlangs zei iemand mij, het was Nadie van Broek, een van de professoren psychologie, die zei, waarom is er geen dagelijkse kost rond emotioneel welbevinden, empathie en dergelijke meer. Ten tweede maken we een pleidooi om het nieuws in het algemeen meer gebalanceerd te maken. Waarom laten wij toe dat wij dagelijks overladen worden met enkel slecht nieuws, sensatiezoekend nieuws, polariserend nieuws? Waarom kan het niet een opdracht zijn van een nieuwsdienst om ook inspirerend nieuws te brengen, positief nieuws te brengen en perspectief te scheppen in deze maatschappij? En tot slot, idem op het web. Kunnen wij ervoor zorgen dat er gebalanceerde, evidence-based, degelijke informatie over mentaal welzijn en over mentaal welzijnsproblemen te vinden is op het web voor jongeren als ze daar gaan zoeken. Dat was het. Dank u wel, Marina. Dank u wel, professor Dankaerts. Het positieve nieuws is dat we direct aan workshop 2 beginnen. Participatie en destigmatisatie door Mika van Itterbeek en professor Dont. Goedemiddag. Uw majesteit, deze ochtend heeft u uitgebreid geluisterd naar onze kinderen en jongeren. En participatie begint met luisteren. We hebben dat ook duidelijk geconcludeerd, dat we er ook tijd moeten voor nemen om ook echt te luisteren naar kinderen en jongeren. Ik denk dat hier met deze studiedag op dat vlak een steen verlegd is. Ligt die al op zijn plaats? Helemaal niet. Ik voel en hoor ook van heel veel jongeren ook van goh, dit had anders gemoeten of dat had misschien beter gekund en terecht. En we gaan er ook lessen uit trekken en ook bij over nadenken. Ik wil graag aan Mika, die de ganse workshop op rondparticipatie heeft meegewerkt, het laatste woord geven en een aantal bedenkingen en adviezen geven die zij samen met ons en met de mensen die de workshop hebben meegevolgd formuleren. Graag aan jou, Mika. Dus participatie is belangrijk en het zou moeten doorgetrokken worden naar alle levensdomeinen van kinderen en jongeren. Het zou ook beschouwd moeten worden als een basishouding dat eigenlijk evident is. Participatie start eigenlijk bij luisteren naar kinderen en jongeren. De participatiecoaches hebben al de eerste stap gezet door te luisteren. Belangrijk is om een format te realiseren om te kunnen beoordelen of dat participatie kwaliteitsvol is en of het goed genoeg is.
Met andere woorden, is het ook belangrijk om niet te blijven denken, maar ook tot concrete acties te komen om participatie te kunnen implementeren. Alle jongeren zouden moeten betrokken worden in participatie. En belangrijk is daarbij dat het niet allemaal bij één select groepje terechtkomt. Dus ook echt jongeren, kinderen in hun eigen proces laten participeren. Een ander deel is dat jongeren ook de mogelijkheden moeten krijgen om te kunnen participeren. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze een dag verlof krijgen op school, zodat ze wel kunnen deelnemen aan een vergadering of aan een workshop rond participatie. En daarnaast is het ook belangrijk om stil te staan rond de financiering, want kinderen en jongeren kunnen hun ervaringsdeskundigheid niet blijven delen. Ze hebben een waardevolle stem en hun inhoud is ook wel echt belangrijk. Dus om daar bijvoorbeeld, al is het maar een onkosten voor vervoer of deelname of de tijd die ze spenderen aan een participatieproject, te vergoeden. Er valt nog heel veel te onderzoeken en te exploreren over participatie. En we zouden daar nog een paar dagen over kunnen verder gaan. Dus ik denk dat een symposium enkel en alleen over participatie van kinderen en jongeren ook wel een meerwaarde zou kunnen zijn. On a très bien entendu la question, un symposium sur la participation d'un jour entier. Workshop numéro 3, enregistrement des données par le professeur Dan. Majesté, chers collègues, beste collega's, dames en heren en jongeren, mesdames et messieurs, et les jeunes aussi, nous avons donc eu ce workshop, cet atelier sur l'établissement de registres. Alors, peut-être juste avant, je profite d'avoir le micro pour adresser encore une fois ma gratitude à Sa Majesté pour le magnifique éditorial que vous avez bien voulu rédiger, justement sur la santé mentale des parents face à la pandémie de Covid. Cet éditorial a pu inspirer beaucoup de monde. J'en suis plus riche ici pour vous présenter notamment ces conclusions. Alors d'abord, il y avait un consensus par rapport à l'intérêt d'établir un registre pour la santé mentale des enfants et des adolescents. On a dégagé plusieurs thèmes lors de notre atelier. Le premier, je vais le dire en anglais, empowerment, peut-être que le professeur Côté ou d'autres meilleurs francophones que moi pourrait me dire comment nous allons l'appliquer avec un mot français. Mais en tout cas, la méthode qui s'est dégagée, c'est celle d'une participation active et maximale du patient, de la famille. Aussi, le développement de programmes d'auto-assistance avec ou sans la supervision d'une équipe de soins. Qui partagerait alors une autre dimension d'expertise. Tout le monde a insisté sur l'importance de reconnaître une valeur ajoutée d'un registre pour le processus de soins, une valeur ajoutée tant pour le patient et la famille que pour le processus justement engagé dans les soins. Pour la collecte des données elles-mêmes, nous avons eu plusieurs discussions pour savoir si nous devions établir une espèce de baromètre de la santé mentale, comme il a été présenté ce matin, la santé mentale comme un concept positif qui concerne tout un chacun, ou nous consacrer à des pathologies définies qui serviraient alors de foyer d'action. En tout état de cause, tout le monde était d'accord pour souligner l'importance d'un enregistrement holistique des données, en particulier en pensant à l'organisation des soins. L'utilisation de données structurées lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est utile, et puis deux dimensions, celle de l'individu dans une perspective de suivi et celle de la population dans une perspective d'évolution de la santé mentale. Nous avons beaucoup parlé des aspects éthiques, notamment le principe de la transparence envers le patient concernant l'utilisation des données face au constat de la paucité actuelle des données. Le groupe pensait que ce serait une idée d'avoir un système de opt-out, comme ça se passe par exemple au Royaume-Uni,
en ce qui concerne l'utilisation secondaire des données, en insistant sur l'anonymisation ou la pseudonymisation des données, toujours en gardant en tête l'importance de la valeur ajoutée pour le patient et pour la famille. Cette notion de solidarité des données, c'est-à-dire de participer à un registre afin d'améliorer l'état général des connaissances pour pouvoir améliorer nos actions et nos stratégies, notamment en termes de prévention primaire et secondaire, et enfin insister sur l'importance d'un retour de l'information vers l'individu. Nous avons bien travaillé et je remercie les autres organisateurs de nous avoir donné l'occasion de le faire. Merci bien, professeur Dan, pour le workshop numéro 4 sur le roadmap. J'invite professeur Van Hoof, monsieur Olsbeek, Sana Sadat et Kiara Klaas de venir présenter les résultats. On avait déjà une phrase, Bridging the gap by the roadmap. Et ils vont nous faire un petit film TikTok, je crois. Merci. Thank you all. Majesteit, beste jongeren, dames en heren. Het thema van onze workshop was de roadmap app. En wij zijn ervan overtuigd dat de vele hulpvragen van jongeren, dat daar aan kan verholpen worden door inzet van de technologie. En dan heb ik het over technologie die de meeste van ons bij hebben. De mobiele technologie, de digitale technologie. We hebben geprobeerd van een aantal antwoorden te formuleren. En ik heb het plezier gehad, of wij hebben het plezier gehad, en de eer om daarvoor te mogen samenwerken met een aantal heel inspirerende jongeren. En ik zou dan ook graag het woord geven aan Sana en Kiara. Alsjeblieft, dames. Dag iedereen. Wij mogen een paar conclusies voor jullie voorbrengen. We gaan ons baseren op wat er al is. En we gebruiken de digitale technologie die we al kennen en hebben. Zoals een bepaald structuur hebben of apps die al gekend zijn en die we daarin gaan integreren. Alle drempels moeten weg. Maar wat zijn de drempels nu eigenlijk? Sensibilisatie. Het is oké om niet oké te zijn. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is om dat aan te kaarten in onze app. Het moet op een keicoole manier zijn. Waarin taal van de jongeren daarin voorgebracht kunnen worden. En dat verstaanbaar is door jongeren. De media waarin dat de jongeren het ook gebruiken, zoals sociale media of op scholen. Dat moeten we ook in onze app gaan integreren. Ook de toegankelijkheid is een drempel, zoals er al vandaag was aangekaart dat er vindplaatsen zijn. Dat is soms iets heel moeilijk om jongeren daar te vinden, omdat je daar in real life naartoe moet gaan en je kunt je niet meer verstoppen. Dus een app zou online kunnen zijn en zou ook een zekere anonimiteit kunnen bieden aan jongeren of kinderen die er eigenlijk nog niet klaar voor zijn om echt al te laten merken van ik ben hier en ik zit met een probleem. Zoals ik al aankaartte, de taal van de jongeren is een must. Omdat ons, België bestaat niet enkel alleen uit Frans, Nederlands en Engels of Duits. Maar het bestaat uit diverse culturen. En dat vind ik wel belangrijk, dat een app dat ook kan bieden. Het is ook de bedoeling dat inderdaad, zoals Kiara zei, dat het wat meer anonimiteit gaat bieden en veiligheid voor de jongeren. Dat jongeren zich veilig gaan voelen om over hun kwetsbaarheid of over hun moeilijke, zo'n stukje uit hun rugzak te kunnen babbelen. Maar wat ook heel belangrijk is, is de wachttijd van de jongeren. Het moet nu gebeuren. Als jongeren aan de alarmbel trekken en durven aankaarten dat ze hulp nodig hebben en daarover willen spreken, dan kunnen ze niet wachten met een wachtlijst. Het moet nu gebeuren, die hulp. Dan hebben we eigenlijk bij de workshop zo een paar een wishlist eigenlijk opgesteld van hoe dat wij de app zouden zien. Een eerste onderdeel hierbij zou zijn dat de jongeren zelf kan kijken naar wat kan ik zelf doen. Is het iets wat ik zelf kan aanpakken? Wat zijn mogelijke dingen dat ik zelf kan doen?
Daarna kan er een volgende stap kan zijn dat ze nood hebben aan een gesprek. Dat zou dan kunnen duidelijk gemaakt worden met een korte vragenlijst dat de jongeren invullen, waarbij dat dan duidelijk kan worden dat ze nood hebben aan een gesprek. En dat kan ook bestaan uit een actieplan waarin dat de jongeren zelf kunnen eigenlijk hun, wat dat hun helpt, erin integreren, zoals dat nu al bestaat bij een app van de zelfmoordlijn, waar dat je eigen crisisplan een beetje in kunt vormgeven, dat zou ook hierin interessant kunnen zijn. Goed. Met deze vraag. Wij willen graag een oproep doen aan jullie. Het is in de maak, het is een idee. Het is een idee die we graag willen aan verder werken. En wij kunnen het niet alleen. En wij vroegen ons af, zijn er mensen in het publiek? Of kennen jullie iemand die graag aan zoiets wilt meewerken? Kom alsjeblieft, helpt ons hierbij. Jullie zijn een meerwaarde. En als jullie graag hieraan willen meewerken, kunt u altijd terecht bij professor Sabbe. En dan komen we bij workshop 5, collega Maucher, van hoe parler de la période perinatale postnatale. Majesté, chers jeunes, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier mes collègues du groupe et tous les participants, parce que ce que vous allez voir, c'est effectivement le fruit d'une réflexion vraiment commune, et je trouve que c'est important que chacun y a été de sa contribution. Alors, le sujet de la périnatalité est évidemment extrêmement, extrêmement vaste, et alors nous avions essayé de faire une sorte de préparation, en quelque sorte d'argument de départ. Donc je vais vous lire juste le petit texte et puis on verra après. Lorsque les parents vivent des vulnérabilités biopsychosociales, et on retrouve l'autre sujet, nous constatons que de nombreux intervenants sont impliqués tant sur le versant enfant que sur le versant adulte. Pourtant, de nombreux problèmes subsistent en termes de manque et de non-coordination. Nous souhaitons aborder ces deux aspects. Quelles sont les difficultés rencontrées, les ressources manquantes dans le cadre de la prise en charge des situations périnatales? Quelles modalités développer pour améliorer la cohérence et la coordination entre les deux réseaux? Voilà. Alors, en fonction de ce cadre, en quelque sorte, nous avons un petit peu réfléchi. D'une part, de façon introductive, je dirais qu'il est bien clair que la périnatalité doit combiner plusieurs niveaux, que ce soit effectivement la période anténatale, la naissance, et la période postnatale. Donc, il y a là déjà un premier cadre de complexité, je dirais, dans cette approche. Alors, il nous est apparu que l'aide psychologique, nous sommes dans un contexte de santé mentale ici, mais que l'aide psychologique n'est pas tout. C'est important, mais ce n'est pas tout. Et qu'effectivement, ce n'est vraiment qu'un des aspects de la prise en charge, et que notamment, il convient de s'intéresser au niveau sociétal, parce qu'effectivement, la naissance est un acte social, et donc qui va impliquer toute une série de personnes, aussi bien dans l'entourage proche que dans un entourage plus lointain. Alors, de façon un petit peu, je dirais, un peu en mode inventaire à l'après-verre, ben voilà, congé parental et paternel, aide à domicile global après la naissance, notamment le Kraamzorg du côté néerlandais, l'ophone, et le recours au père aidant. On nous a expliqué une expérience à Paris qui considère que les dimensions uniquement professionnelles du soutien périnatal étaient peut-être insuffisantes et que ce serait intéressant d'aller chercher vraiment dans l'entourage et d'organiser vraiment sous mode de père aidant le soutien des jeunes couples parentaux et des jeunes mamans singulièrement. Alors, on s'est rendu compte également dans notre groupe que de nombreuses initiatives existent, mais qu'elles ne sont pas nécessairement coordonnées ni connues. Et ça a été une des remarques effectivement qui a été faite, c'était qu'on avait déjà vu d'ailleurs ce matin qu'il y a des choses qui peuvent exister, mais que les intervenants, même professionnels, ne connaissent pas nécessairement. Alors, deuxième point, précocité et anticipation. Alors, une formule un petit peu, mais c'est une formule qui a été prise, mais qui me
paraît vraiment très pertinente, se saisir du prénatal pour anticiper le postnatal. Alors, justement, ça s'intègre bien dans cette complexité dont je viens de vous parler, parce que si on reste uniquement dans le postnatal, on est peut-être déjà plus dans de la prévention. Et on va d'emblée commencer à, si vous me permettez l'expression, courir après les problèmes. Alors que si on se trouve déjà avec une aide au niveau anténatal, notamment dans les consultations anténatales organisées par des médecins ou par des sages-femmes notamment, eh bien un certain nombre de choses peuvent être relevées qui peuvent effectivement servir de signaux d'alarme pour ce qui va être pris en charge dès que le bébé sera né. Et on a bien sûr là, les consultations médicales, bien sûr, l'ONE, Kindergarten, etc. Pour cela, c'est important de relever la nécessité d'une formation davantage centrée sur ces questions pour les professionnels, de nouveaux psy, mais aussi non-psy. Et je crois qu'en effet, toute cette approche médicale est nécessaire, évidemment, mais doit absolument intégrer aussi la dimension psy. Et donc là, je disais tout à l'heure, pas que psy, mais ici, dans le médical, c'est important aussi d'intégrer tout ce qui va être le psy, et qu'une consultation prénatale, ce n'est pas seulement la mesure de la colonne vertébrale du bébé, le périmètre crânien, etc. Il faut effectivement bien penser à ces choses-là. Bien entendu, je vous avais dit, c'était pour les familles à grande vulnérabilité, donc ces vulnérabilités sévères posent ils ont d'énormes problèmes au niveau des structures parents-bébé, avec notamment les structures d'accueil de mères toxicomanes, etc., où on a pu dire dans le groupe que ce sont vraiment des familles qu'il faut vraiment tenir, vraiment, et que si on les lâche, c'est fini et bascule. Donc c'est vraiment extrêmement important, et avec sans doute des moyens qui sont encore tellement insuffisants. Et voilà, on espère bien qu'effectivement les choses pourront se débloquer, en sachant, ça a été remarqué aussi, qu'il ne s'agit pas seulement de prévoir de débloquer des millions, mais qu'également, il faut voir, si je puis me permettre, ce qu'on fait avec ces millions, parce qu'il y a des projets qui peuvent être plus efficaces que d'autres avec la même somme d'argent. Et donc là, je crois que ça, c'est vraiment important que ça puisse être traité, notamment avec le terrain. Les deux mots clés, ce sera intégration et mise en réseau. On peut dire que ce sont les deux mots qui ont traversé le groupe dans l'approche qu'on avait choisie. Bien entendu, secteur adulte et secteur enfant, c'était une des questions d'ailleurs, pour permettre effectivement que les gens se parlent, ce qui est la bonne volonté de tout le monde, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et on a cité aussi un exemple d'une structure, mais qui est destinée peut-être aux professionnels, mais où on discute effectivement, on rassemble des intervenants psy et non psy, adultes et enfants, et de façon régulière, une sorte d'intervision, si vous voulez, sur des cas, pour essayer d'améliorer la collaboration. Je trouve que ça, c'est une expérience qui est tout à fait intéressante. Alors, penser et penser, c'est évidemment un peu un jeu de mots. Alors, c'est un jeu de mots qui a tout son sens, d'abord, parce que je crois qu'effectivement, il faut penser l'interaction, il faut effectivement la penser avec un A. Je terminerai par ça. Je parlais tout à l'heure du congé parental, et on a vu que les meilleures idées peuvent parfois avoir des effets contradictoires, parce qu'on a évoqué que dans certains pays, le congé parental était extrêmement prolongé, et que ce serait une solution, par exemple, pour ne pas ouvrir moins de crèches, comme ça, on remplace une crèche par un congé parental plus long. Alors, c'est une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée? C'est un peu selon, parce qu'il faut voir ce que chaque maman veut, et qu'il est bien clair qu'il y a des mamans qui n'ont pas nécessairement envie de rester comme ça hors circuit pendant une période extrêmement longue. Donc c'est important de toujours adapter. Et je conclurai par quelque chose qui n'était pas tout à fait dit dans le groupe, mais que je me permettrai d'ajouter, qui est effectivement qu'on parle beaucoup de structures, etc., mais je crois que c'est important, c'est aussi de ne jamais oublier qu'au-delà des structures, il y a des gens et des individus, et que donc, surtout dans ce domaine-là, qu'il y a une maman, qu'il y a un papa et qu'il y a un bébé, et que l'approche doit être toujours aussi individualisée que possible. Je vous remercie. Il faudra une petite réflexion philosophique sur penser et penser. Ça nous met à penser, monsieur Meufer. Laatste workshop, voorgesteld door professor
Delven et professeur Ruud van Winkel sur l'adolescence, de adolescentie. Votre Majesté, Mesdames et Messieurs, on va vous présenter le travail du groupe. Sachant qu'il y a déjà un groupe de travail pour le moment national sur la question de la transition et une chaire de transition qui est financée par la Fondation Roi Baudouin, on a travaillé avec le groupe avec des nouvelles idées, qui sont des idées supplémentaires et intéressantes qu'on va vous présenter à deux. Dank u wel. Ik wil in eerste instantie de koningin bedanken voor dit belangrijke initiatief. Ik wil ook mijn bewondering uitdrukken voor alle jonge mensen hier vandaag, hoe jullie in interactie zijn gegaan met ministers, met de koningin. Hoe jullie hebben getoond in het filmpje, echt heel, heel knap. Dank je wel daarvoor. Voor de transitieleeftijd is dit eigenlijk voor ons, dit is de WAO-pyramide, het meest belangrijke. Dat is uiteraard een gekende piramide. We hebben daar vanuit de werkgroep toch een element aan toegevoegd wat voor ons daar duidelijk ontbrak. En dat is het transversale blok, dus het blokje dat over de verschillende lijnen heen gaat. En wat eigenlijk het participatieblok is. Dus dat gaat over uiteraard jongeren zelf, maar ook hun context, vrienden, ouders enzovoort. We denken dat dat een zeer belangrijk element is wat een toevoeging verdient in dit model. En wat ook een belangrijk element is van juist die continuïteit die zo belangrijk is, omdat ouders, vrienden enzovoort, die blijven meegaan daar waar hulpverleners misschien gebonden zitten in een instelling of een bepaalde zorgcontext. Dus dat is voor ons zeer belangrijk. Volgende slide. Ja, en meteen de laatste slide die ik zal vertellen. En daarna gaat professor Delven verder. Wij hebben, we sluiten ons aan bij de oproep van de jongeren dat er nieuwe en betere mogelijkheden nodig zijn om in contact te komen met de juiste hulpverlening. Dus de telefoonlijnen die er onder andere zijn, zijn eigenlijk voor een stuk achterhaald en sluiten niet meer aan bij de leefwereld van jongeren. Het is intimiderend om te bellen. Het is veel makkelijker om online iets te zoeken. Ik heb het telefoonnummer van professor Sabbe in mijn gsm. Dus ik zal hem straks bellen. Ik zal mij zeker bereid verklaren om mee aan te sluiten. We denken aan een aantal functies, bijvoorbeeld chatfuncties met mensen in gelijkaardige situatie, dat is erg steunend, leren we uit bijvoorbeeld bevragingen bij jongeren. Maar ook een soort van self-assessment en verwijzingstool waar dat jongeren een eerste indicatie kunnen krijgen van hier kun je eventueel contact mee opnemen. In het algemeen vinden we dat jongeren met ervaring een belangrijkere rol moeten krijgen in zorg. Dus de experts of experience, zoals hier staan. En dat ook het volledige domein belangrijk is. Dus niet alleen de mentale symptomen, maar ook vrije tijd, school, dat soort zaken. Een zaak die vanuit de Vlaamse volwassen psychiatrie naar voren is geschoven en die wij ook onderschrijven, is de kindreflex, waarbij dat als ouders worden opgenomen of een probleem hebben, dat er ook gedacht wordt aan de kinderen die bij die ouder horen en die nog zorgen nodig hebben. Dus dat daar een duidelijke reflex is en dat het iets is wat landelijk uitgerold zou kunnen worden. La diapositive suivante. Donc, on reprend l'assistance et le soutien adapté à la culture et l'importance aussi parfois pour les jeunes d'avoir auprès d'eux une personne de confiance qui n'est pas toujours leur parent, qui peut être quelqu'un qui les soutient tout au long des démarches qu'ils doivent effectuer.
On demande aussi aux professionnels de tous bords, pas uniquement de la santé, mais de l'aide à la jeunesse, du handicap, etc., de faire des meetings concrets qui parlent autour du jeune et de la famille, et de pouvoir étendre potentiellement l'aide au-delà de 18, 20, 23 ans. Et dans le groupe, on s'est même pris à penser que le recul de 21 à 18 ans pour la majorité légale était peut-être un piège d'une certaine manière. Et je terminerai par la dernière diapositive. Donc, c'est de permettre aussi à cette personne de référence pour les jeunes de pouvoir l'accompagner dans les différents lieux, les différents lieux de soins, mais aussi lieux d'aide ou lieux de loisirs, de pouvoir aussi soutenir l'hébergement des jeunes et d'avoir des initiatives, par exemple, d'habitation protégée ou de logements spécifiques pour des jeunes qui ont connu des difficultés psychiques. Et il y a quelques initiatives qui existent. Et on a pensé aussi peut-être qu'une plateforme pour les parents pouvait être utile. Et puis, bien sûr, et c'est aussi l'opportunité aujourd'hui de remercier Ruth, que pédopsychiatres et psychiatres d'adultes travaillent ensemble pour ces jeunes entre 16 et 23 ans, parce que trop souvent, il y a une scission et là aussi un gap qu'il nous faut combler. Je vous remercie. Majesteit, dames en heren, we komen aan het einde van deze sessie. En als commissie willen wij ons aansluiten bij de bewondering die door professor Van Winkel is uitgesproken geweest voor de jongeren. Zij hebben 2 jaar aan al de werkzaamheden van de commissie deelgenomen, veel tijd in geïnvesteerd, ook tijdens examens. En ze verdienen dan ook echt het laatste woord. Het laatste woord is aan jullie. Aan mevrouw Sana Sadat, aan Mika van de Ietebeek en mevrouw Laurence Mathieu. Dag iedereen. Ik vond het vandaag een lange dag. Ik ben heel vroeg moeten opstaan en ik verlaat dit gebouw met een heel voldaan gevoel. Ik bedank uw majesteit voor deze gelegenheid en dat wij hieraan mochten deelnemen. Vandaag heb ik geleerd dat er eindelijk naar ons is geluisterd en dat er naar ons gekeken is en dat er met ons gecommuniceerd is en niet over ons. Ik hoop dat dit niet eenmalig is en dat jullie hier blijven over praten. Ik veronderstel dat de ministers ondertussen ook wel weg zijn en dat de kabinetsleden hier zijn. Daarom wil ik jullie vragen om naar de jongeren te luisteren en niet over de jongeren te praten en over de jongeren te beslissen. Omdat wij jongeren met een kwetsbaarheid door jullie systeem moeten en dat wij constant gecatapulteerd worden. En dat is voor iemand met een kwetsbaarheid ook niet zo fijn. Tot slot wil ik Esperto bedanken dat wij hier aan mochten deelnemen. Ik wil Iwijn hierbij bedanken en professor Sabbe, Elke en Jo voor de workshop. Dank u wel. Ja, ik wil ook heel veel mensen bedanken. Ik wil Hare Majesteit bedanken dat deze kans er is om te praten over de geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren, want het is zo belangrijk. Ik wil ook Carolien, Sarah, Stefanie en Yvonne bedanken voor de workshopparticipatie en dat jullie mij de mogelijkheid hebben gegeven dat ik mocht participeren in de workshop. Ik heb geleerd dat mijn stem ertoe doet. En ik heb mogen ervaren dat er echt geluisterd wordt. En ik heb ook wel echt het gevoel dat er iets mee gedaan gaat worden. Dus al die jaren dat ik heb gestreden om gehoord te worden en om mijn stem luid te laten klinken, heeft dus een mooi effect gehad vandaag. Dus dank jullie wel om te luisteren en actief mee te werken in dit symposium. Quand on nous a demandé de dire quelque chose pour la conclusion, on nous a demandé d'expliquer ce qu'on avait appris aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai eu la grande chance d'apprendre qu'il existait déjà énormément de choses, énormément de structures originales.
et malheureusement, elle ferme faute de moyens. J'ai aussi appris qu'il y avait de nombreuses initiatives qui avaient déjà été réfléchies et malheureusement, elles ne peuvent pas être mises en place faute de moyens. J'ai entendu que les politiques ont mis sur pied des projets tout à fait nouveaux, on a entendu ça ce matin, pour soigner nos têtes, et c'est tout à fait formidable. Mais ce serait encore plus extraordinaire qu'au terme de ce symposium, on s'appuie davantage sur les professionnels de la santé et sur les patients eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est particulièrement nécessaire de créer davantage de projets. Il faudrait surtout davantage de moyens financiers et humains. Écouter les soignants et écouter les soignés. Donner de la visibilité aux initiatives qui existent déjà. Faciliter l'articulation entre les différentes disciplines et les différentes sphères politiques. Et voilà, faites-nous confiance et donnez-nous les moyens de mettre en pratique notre confiance. Merci. Majesté, chers invités, chers collègues, après ces mots très pertinents, très touchants aussi, il est venu le temps de conclure. Alors, comme vous vous en doutez, ce n'est pas après ces 2 ans de travail, et on remercie vraiment Sa Majesté de nous avoir accompagnés dans ce travail, et les académies remercient incroyablement les jeunes pour leur participation, ça a été formidable, mais ce n'est pas une fin, ce symposium n'est pas une fin, c'est un début. C'est un début puisque maintenant, on va mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui, on va développer davantage tout ce qui a pu être mis en exergue, et nous espérons, comme les jeunes, que ce travail mérite évidemment une sorte de conférence permanente de la santé, sur la santé des jeunes, où on puisse continuer à avoir tous les ministres qui sont attachés à la santé des jeunes travailler ensemble pour réaliser ce que ce symposium nous a montré de formidable. Alors, voilà, je vais terminer ici. Pour finir, un point pratique, bien sûr, après la clôture de la séance, Sa Majesté la Reine sortira de l'auditorium en premier et je vous demanderai de rester en place jusqu'à ce qu'on vous fasse signe de quitter la salle. Et avec la permission de Sa Majesté la Reine, je vais lever la séance.